waar dat momenteel de persvoorstelling voor doorgaat van Miss Drag Queen De Panner uit 2014. En naast mij heeft u Miss Drag Queen 2013, de finaliste, ja, die het gewonnen heeft. U mag u kort even voorstellen, als je wil. Mijn naam is La Plume. Ik sta ondertussen al 11 jaar op podium. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk van Gent, maar ik woon in Sas van Gent. En ik heb al een paar keer meegedaan aan een verkiezing. 10 jaar geleden Miss Brugge Travestie. Dat was mijn tweede verkiezing. Ik heb ze gewonnen met veel glorie. En ja, dat deed me volledig deugd natuurlijk. Dat was mijn glorie moment. Ja. En mag ik vragen wat u gestimuleerd heeft om deel te nemen? De pannen, dat had een speciale waarde voor mij. Omdat mijn oma komt van de pannen, die heeft altijd in de pannen gewoond. En zij is gestorven helaas. En voor mij was dat wel een mooie reden om mee te doen met Zak in de Pannen. En vorig jaar stond ik 10 jaar op het podium. Ja. Dus dat was voor mij wel de kaars op de taart natuurlijk. Dus u kan al heel wat tegen de stress veronderstellen. Absoluut. Ja. Want ik heb al redelijk veel in het buitenland ook opgetreden. Duitsland, Frankrijk en zo. Dus de wereld is daar ook redelijk hard. Dus ik kan wel wat stress aan. Ja, dat kan ik geloven. En dan voor zo'n verkiezing mee te doen. Waarschijnlijk ook wel. Met de stress dat ik aan kan, had ik toch af en toe stress hoor. Zo'n verkiezing is toch wel iets anders. Je moet concurreren tegen andere collega's. Waar dat eigenlijk mee samenwerkt, dat is toch wel iets speciaals. Ja. We moeten toch maar kunnen op dat moment. Maar het is gelukt. Ja, dat is prachtig. En heeft u daar ook al heel wat werk uit gekregen? Ja, absoluut. Ik heb een heel mooi jaar gehad. Om te beginnen moest ik hier in Kuurne, hier in het Fenomeen, is er maandelijks een showcase van Nicole de Knok. En dat was mijn eerste opdracht en zo heb ik er nog redelijk wat gehad. Samen met Nicole heeft ze mij wat overal meegenomen op opdrachten. Als mijn misdrek in de pannen natuurlijk. Ja. En mag ik u vragen wat u daar allemaal heeft moeten voor doen? Om te winnen. Oh. Ja. Nee, op de avond zelf zijn we begonnen met een avonddefilé. Dan heb ik mijn eigen moeten voorstellen in het kort. Ik heb dat op een heel komische manier gedaan. Dat wel smaakte bij het publiek en bij de jury. Hebben we twee vrije acts mogen doen en één opgelegde act. En het thema was musical. En daar heb ik voor gekozen voor Sissi, keizerin Elisabeth van Oostenrijk en Hongarije. En met dat nummer heb ik gewonnen. Ah, prachtig. Ja. En bent u van plan om nog verkiezingen mee te doen? Nee. Hoe komt dat? Nee. Omdat ik het wel gehad heb. Die 10 jaar, dat was wel mooi om af te ronden. Die kerst op de taart, dat was het. Mooi rondgetalletje. Ja. Maar verkiezingen zit er niet meer in. Uiteindelijk heb ik al heel veel bereikt in mijn travestiecarrière. Ja. Het zou mooi zijn mocht ik ooit nog Miss Brugge travestie worden, maar eigenlijk hoeft dat niet meer voor mij. En nog een allerlaatste vraagje. Was dat een kinderdroom of niet? Nee. Nee? Eigenlijk ingerold? Nee, ingerold, ja. Door ooit naar een show te gaan kijken. Ja. Oké. En dan de snaak te pakken, we zouden eens proberen. Absoluut. Ja. Oké, dank u wel. Dank u, bedankt. Het was leuk om je te leren kennen. Van u ook.